Cedric van Samson, parlementariër van de VHP, zegt dat hij ook meevoelt met het volk. Ook hij wordt platgebeld. Ook hij, wanneer hij mensen ontmoet, wordt gevraagd naar de situatie van het land. Maar wij zullen samen hieruit moeten. Er zijn geen andere opties nu. De vorige regering heeft ons in grote problemen gezegd. Als ik zeg dat we morgen eruit komen, dan is dat niet zo. We hebben nog even tijd nodig, maar samen zullen wij daaraan moeten werken. En zegt hij erin te geloven, nog steeds te geloven, dat er betere tijden zullen aanbreken. Alleen moeten wij nog even samen doorbijten. U hoort Cedric van Samson, VHP-parlementariër, in gesprek met TBN PRIMEALERT. Nou, ten eerste, het Surinaams volk is boos. Dat is te begrijpen. Kijk, we moeten nagaan, het volk is structureel jarenlang achteruit gegaan in hun bestedingsinkomen. Dat want takie sayuman bijna ga je money kom minder in de afgelopen jaren. Ano vorige week, ano toen die terug, nou was dat structureel op zich. En de je bent man bij in 2010, nanga 2800 SRD, 1000 US dollar. Dan nono de in a jari 2020, nanga a 2000 SRD, je no man bij 1000 dollar. Dat want taki, you go achteruit in sayuman doen nga you egi money. Dat want taki, no as man wan asan dati. Omdat je kan minder doen met je eigen geld. Dus het moment dat er kostenverhogende maatregelen worden doorgevoerd, pe a koers egualog toe. A koers o stabiliseer kon op een bepaald punt. Unificatie kon, dat want tak, a la koers o de wang. A de wane koers o de wang a koers sang de ma e hanteer, dan a effect, a logisch effect o de, dat a la san egualog toe. Luku, u de inwa fase pe, u ap vertrouwen nodig voor afvolk. Omdat hij we tak wo sitting. En te wo sitting we doen samen naar afvolk. Maar voor u ta aba volk naar u, in a verandering dan, u no mag mek a vertrouwen dat lasin. Te ite ega volk, mensen, er komt geen devaluatie. En er komt devaluatie, dat je lasa vertrouwen van volk. En dat u merkt samen naar de vorige regering. Wel, nu te wan minister tegen afvolk, dat de prijzen nu zullen gaan stijgen. En dat gebeurt toch dat je sap dat je last vertrouwen voor afvolk. Dus in de afgelopen dag na constant ben ik plat gebeld omdat mijn massa op contact met afvolk, met dan hoor contact. Toch en me gooi in een winkel, me met naar de smaris, me tegen mijn man van Samson, aan de CR deco, aan de CN. En me zie reality dat werkelijk de prijs gaat hoog toe. En die de ondernemers naar Sam, ondernemer bel me aan, tegen me gewoon, hey. Op één container moet ik nu 40.000 zoveel meer betalen als ik het doorbereken. Komt er 2 SRD per kilo kip erbij. Begrijp je? Dat is de realiteit. Dus in een tak, dat is maar een tak zijn zomaar. Nee, de mensen uiten hun ontevredenheid op basis van wat men ziet. A reality in Asandisina. En na eerste lees afvolk en mee. Maar hoe abba a veerkracht voor afvolk van hoe doe hoe kan god door. Daarom ben ik nu aan de minister op advies. If a santranga tega volk gewoon zo op zijn. En daarom heb ik mijn pleit dat ja openlijkheid. Tega volk openlijk dat werkelijk mensen de prijzen worden verhoogd. Ten aanzien voor communicatie meer is mij dat ja, a regering ik communiceer want a regering be moest tegen dus mataka olie op. En luku mino hoor misref voor de gekere. Voor air business aan mijn wakata pagronta politiek ba. Mino met noa regering die van tevoren tegen u tak a prijzen op dadelijk. Omdat men weet wat het met zich mee gaat brengen. Allemaal een risico naar een service station, go like olie. Dus het is wenselijk, maar het is niet logisch. Omdat iedereen weet dat bepaalde dingen maak je niet bekend van tevoren. Omdat het een bepaald effect heeft, men gaat hamsteren. Dus vanuit dat oogpunt kan ik het begrijpen. En a verontwaardiging naar volk mee verstaan toe. En mijn gidee regeert dus als dat is mee. Ja, bief hanteer een trafassie. Voor communiceren naar volk. Dan over een communicatie wire tak via CDS. Want die tak communicatie, om mij jump op CDS, en jump op een communicatie van de vicepresident. Maar het gaat erom dat je alle middelen gebruikt die je ook hebt gebruikt tijdens de verkiezing. Want doe bij die na verkiezingscampagne, dan ben ik chief filmpje en sorry van Sanego. Omdat op alle niveau, je moet make this maar begrijp je. Dan moet ik gelijk toe. Je was maar nog one begrijp je, als maar nog one begrijp je. En tegen je was maar dat je gaat minder kunnen kopen met je geld.
wees van ervan, als maar dan one begrijpt dat ik. Omdat je viering. Toch? Dus het enige wat de regering kan doen, voor mij af volk man go mee naar dat ding, na in de handelen, no last af vertrouwen. Dat want dat kring naar af volk. En dat is dan, zorg dat de smana grong, de smana no viering toen ze dragen. Omdat kan de misoma permitteren voor jouw broodje minder, kan de watra mama permitteren voor jouw afbreden minder. Maar mama sabe jouw afbreden ba, amanda dat to abentranga. En dat na de regering abif doe, hoe voorkomt dat a gemeenschap keren schrijft tegen het beleid. Omdat we in een situatie is om een president is. We in een situatie is om een coalitie is. En dan die analyse is don't know, zorg dat het zijn kon is. Maar het is geen over. En in een moment dan klagen over zijn je tekie. Dus je hebt een besluit. Maar de besluit die je tekie voor Tjara zijn kon, boom, de besluit dat nooit een mooi besluit. Omdat ware woorden zijn niet mooi, maar mooie woorden zijn niet waar. If mijn comité die dat ayala zijn ook boom of kon boom direct, dan de kring commit you. En kan de apis dat die regering is aan je morgen boom voor de kring commit af volk gewoon. Dat volk, dit is het. En daarom ik de man tek zo mijn ding. En hoe kost de vorige regering? Omdat de vorige regering nou tek verantwoord voor ze dat doen. Toch, want je heren steeds, ja, het waren gedaalde wereldmarktprijzen. Dat je heren dat, ja, die mensen zijn in dienst genomen, ze hadden onzekerheid. Feit is dat alle de genomen maatregelen en beleidsinzichten voor de vorige regering, ik go door in een regering die zit door de effect of ding. If een vorige regering take you in dienst, naar een regering die moet zorgen voor jouw kiesimony. If na een vorige regering gebruik amoni, amoni no de, want op een moment bij actie per amoni de man niet nog wel echt per amoni de, a olo die de, a regering is abifuring. Daarom ik noem dat die de ude bezig naar een atori voor alleen plafond. Omdat die a volk normaal liever in moro. Van een kale kikker kan je geen verre plekken laten staan om hem naar de barber te brengen. Dus wat je gaat moeten doen, is om ervoor te zorgen dat je zo'n leenruimte hebt. Je zo'n money voor kan herschikken en te schulden. Maar als mijn pijn wil, dan wil ik het doen. En ik wil een deel van mijn aantal luisteren, dan wil ik een pijn uit te doen. Dat je een beetje ruimte. Toch moet ik beginnen pijn man. Dus ik heb geen money voor beginnen pijn man. 8000, if me no man jam at 10000 en gi dat mo abif go leni ma a kondre set na nga wan grens fu for kom tak uko in problem da in 2002 de mame me kwan leaning plafond wa wet nen tapu dat na fu for kom tak u mek moro pai mang lek sa u man pai lek kondre sa gebeur in de afgelopen jaren, en ook toen aan de regering is doen, ook toen aan de coalitie is doen, maar het is gedaan. Steeds de man verruim alleen ruimte, alleen plafond, waardoor moro schulden, moro paiman bekan teki. Wel nu, dan, nu in de situatie is, u abif len moro, voor vrij waard, want toef den paiman zou abi. Want we hebben dure leningen, waar we hoge rentes betalen. En voor kan len money, voor pai no minder rente, dat ook kan herschik den schulden. Maar wie is jouw herschik? Je moet len money. En voor lenen en ook in een probleem naar een leningenplafond, met die de wetakatorie over een leningenplafond, voor verruiming, zodat de regering about werkruimte voor kouroko. Nou wist je, heer Van Samson, dat delen van gemeenschap een bereidingsref voor die protestacties. Zou je vinden voor dat? Nou, punt 1. Alla libisma in Sernang, aber recht, een democratisch recht voor mag uit in Serifi. Laten we dat alvast voorop stellen. Toch, wie is sana juride, of na gelijke rechten, of na discriminatie, of na het politiek beleid, je hebt het recht. Dus minotegi noasma, je moet niet of je mag niet. Wat ik wel zeg, is let op je verantwoordelijkheid. Let op sayu edu, en dan sayu aan berekeningen. Omdat te, je de activist, dan ben je niet alleen actief wanneer er wat is. Maar je moet ook nadenken van, als dan gaan we de bezig, van ik kan lossen op. Omdat er wordt veel geschreeuwd over, de mensen kunnen het niet aan, een volk en vieren, zij de volk moest vieren. Laten we niet vergeten, de 3600 zoveel ambtenaren die ik in dienst. Aan de aliens, aan de dagu, aan de pokai, naar Libis Masaita in Sernang. Na een deel voor een volk toe. Dus, je moet pay a volk. Na a volk amoni ogo. No a manu kako aksi pe amoni ogo. Of pe amoni ode. Na a volk amoni ego baka. Het is natuurlijk hard. Wanneer we met z'n allen moeten inzien. Dat er mensen betaald zullen worden. We hebben met die publicatie. Hier. Ook een paar namen gelezen van prominenten. Die ook betaald gaan moeten worden toch. Dus ze moeten betaald worden. Maar als jij als activist.
dat begrip niet op wil brengen voor de situatie waarin is. Het is natuurlijk jouw keus als persoon, maar dat geeft dan aan dat je geen zaken in een groter en breder perspectief bekijkt. Die snap je akondre de. En dat niks te maken met VAP, NDP, KTPI. Die is een situatie van akondre. Die is een saoue deal. Dus libisman, je mag je uiting voor je misnoegen, dat hoort zo, dat naar je democratisch recht, maar denk aan traject toe en look in een more big perspectief. No, de regering voert bepaalde maatregelen door. En ik hoor kreten uit de samenleving. Ja, zij doen een goede money naar de man die voeren money, want de man voeren money. Luister, hoe nou is er voor de gek? Hoe allemaal is dat een juridisch proces voor de money bakken? En dan binnen 13 dagen hebben. En de regering is op money van hoe binnen 13 dagen, want in beide salarissen. Dus wie is Ibo begin te doen, binnen 13 dagen, je nog op gestolen geld. En a money sa de man furu, sa moto uit de economie, sa verdwijn goe wan tu saka fu wan tu man. Fos a money dat kom baka, yo abif pay desma. En meyere wan tu tra oplossing. Ja, laten de ministers de helft van hun salaris inleveren, laat de president de helft van ze. Maar dat moest de oplossing. Echt. Als de oplossing gaat zijn dat we de hoogverdieners, de president, vicepresident, de DNA-leden, de ministers, directeur, trouwens, de mannen van ook de directeur en de beleidsmedewerkers, want dan kom je aan hun familie toch? Dus we moeten alleen praten over die toppers, dan doen we die toppers. Als we van de president, vicepresident en alle DNA-leden en de ministers 50% van hun salaris inhouden, wat doet dat om die betalingsachterstand of het betalingstekort te kunnen vereffenen? Wat doet dat? Dat stel ik voor, dat houdt 100%. Houdt 100% van het salaris van de minister, DNA-leden, president en vicepresident. Als dat het probleem op gaat lossen. Als dat het probleem op gaat lossen, dan stel ik voor, doe het. Maar wanneer we weten dat die kreet alleen komt uit een stukje emotie. Toch uit een pis at die bron. Want je ziet een man dat lijkt een probleem wat volgens jou aan mij takkie omdat hij mij verdient moro you of omdat hij mij kies moro money. Dat is wat we doen, dat komt voor alle money naar alle man. Dat los je probleem op? Dat om mekago moro boom? Nee. Ook is zo een gevoel voor voldoening dat volgens jou je pijnig want man. En dat kan je natuurlijk ook hebben omdat mensen niet breder denken dan dat ding is. Als dat de oplossing was, was ik er een groot voorstander van. Waarmee we niet willen is een structureel probleem. Er zijn meer mensen in dienst genomen dan de overheid kan betalen. De uitgaven van de overheid zijn groter dan wat de overheid aan inkomsten heeft. De realiteit is dat het land Suriname, niet de partij VAP, of de partij ABOP, of de partij NPS, of de partij Pajalohoer, het land Suriname heeft schuldeisers die betaald moeten worden. Oppenheimer moet betaald worden. Als land moeten we voldoen aan die betalingsverplichting. Dan kan het onmogelijk zo zijn dat we in die hervormingen die we moeten brengen, om dat te kunnen doen, dat we met een tunnelvisie alleen kijken naar één ding in plaats van het breder perspectief, het groter perspectief. En ja, daarvoor moet je wel een beetje verder kunnen nadenken dan alleen één probleem dat je ziet bij één deel van de gemeenschap, zonder dat je kijkt naar het land Suriname. Want als we zeggen Suriname eerst, toch? Want ik hoor mensen zeggen Suriname eerst dan de rest. Wel, het land Suriname heeft schulden. Als je zegt Suriname eerst, dan laten we alvast ervoor zorgen dat Suriname niet in een default status komt waarbij we onze schulden niet kunnen betalen. Want dat gaat niet goed zijn voor het land Suriname.